Gisteren is de documentaire uitgezonden over Geert Wilders op Viceland. Dat is een zender die je kan ontvangen soms. En de NTR heeft vandaag bekendgemaakt dat ze die documentaire ook echt op de Nederlandse publieke omroep gaan uitzenden. Over Geert Wilders dus, had ik dat al gezegd? Ja. En best wel onthullend. Geert moest met een plaksnor over straat. Hij moest zich vermommen. Hij werd zomaar in één keer opgehaald om van huis te wisselen. En nou ja, het is een vriend van de show, dus die dacht even bellen met Geert. Stop. Goeiedag met Henk de Vries. Geert? Nee meneer, u spreekt met de Vries, spreekt u. Ja, maar Geert, ik hoor gewoon dat jij het bent. Nee, dat kan niet, want ik ben echt niet degene wie u denkt dat ik ben, meneer. Hè? Wie bent u eigenlijk? Ja, Rob van de Radio is hier. En ik heb gisteren je documentaire gekeken en ik wil je er toch even over spreken. Ja, dat was een schitterende documentaire. Ik bedoel, over mij, Henk de Vries, is natuurlijk geen enkele documentaire geweest. Ik weet niet waar u het over heeft. Nou, ik zal hem even proberen. Moskeeën. Moskeeën, die moeten ze allemaal sluiten, meneer van de radio. Ja. Hè? Het kan toch niet zo zijn dat er door heel Nederland gebedshuizen zijn die alleen maar haat en nijd prediken. Hè? Ja, precies. Geert, ik wist gewoon dat jij het was. Ik ben een beetje blij met die docu die gisteren is uitgezonden. Want er zaten nogal wat spraakmakende dingen in. Je moest gewoon verkleed over straat. Met een pruik en een plaksnor. Hoe was dat nou? Was het niet gek? Had u mij toch even door, meneer van de radio. Ja, kijk, met zo'n plaksnor en zo'n pruik oplopen, hè, dat is natuurlijk een beetje vervelend. Hè. Maar als je toch eenmaal in de kroeg bent aangekomen in Venlo, dan zie je dat iedereen er zo bij loopt. Hè. Dat is toch maar 3 dagen per jaar. Nee, u heeft het over carnaval. Nee, dat bedoel ik niet. Nee, ik bedoel die vermomming om herkenbaar over straat te kunnen. Ja, natuurlijk. Dat is het. Ja. Nee, dat is natuurlijk wel een beetje vervelend. En het ging ook nog over uw twee katten. Hè. U heeft twee katten. Wat is er nou zo fijn aan dieren? Kijk, ziet u, weet u wat het is, meneertje van de radio? Hè? Het is het fijne van dieren. Is dat ze je niet kunnen tegenspreken. Hè? Je zult nooit van een kat, hè, of van een hond horen of je even normaal wilt doen. Dat hoor je gewoon niet. Nee, precies. En dat heeft u natuurlijk het liefste, dat niemand u tegenspreekt. Hè, meneer Wilders? Sorry, maar probeert u mij nou hier op de Nederlandse publieke omroep voor Jan Joker te zetten? Nee, Geert, dat valt wel mee, toch? Het is gewoon Nee, dat valt helemaal niet mee. Hè? Ziet u, 100.000 euro's worden er ieder jaar besteed aan de programma's van de publieke omroep. Ja. Hè? Ronduit verschrikkelijk. Dat zou verboden moeten worden. Geert, die documentaire die gaat ook door de NTR uitgezonden worden, hè? Dat is toch ook publieke omroep? De verbinding is volgens mij een beetje aan de slechte kant. Meneer Jansen, hè, ik kan u niet zo goed verstaan. Maar volgens mij vroeg u of ik een leuke dag ging hebben vandaag. En dat is zo. Hè, en ik wens u eigenlijk hetzelfde. Hè. Ik wil eigenlijk gewoon iedereen die nu luistert in Nederland op de publieke omroep. Hè, toch mooi dat in Nederland kan. Hè, dat we gewoon van ons belastinggeld in mooie televisie en mooie radioprogramma's krijgen. Ja. Hè, daar ben ik blij mee. En ik wens iedereen leuke, fijne uitzendingen om naar te luisteren en naar te kijken. En ik wens u nog een fijne middag. Hetzelfde. Dag, meneer. Geert, dag. En mag ik er nog even vragen? Geert? Ik ga het gesprek afronden. Ik wil tot ziens. Geert, mag ik... Nou ja. Music starts you. Music.